Welkom dames en heren bij dit filmpje waarin ik de proeftoetsgrammatica zinsdelen ga bespreken. Zoals je op het programma ziet staan ga ik alle soorten vragen één voor één langs. Dus eerst de theorie vragen en dan helemaal tot en met het ontleden van de zinnen zoals je dat moest doen in de proeftoets. Nou, allereerst vraag 1. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de werkwoorden in de zin. Welke woorden horen ook bij het werkwoordelijk gezegde? Nou, dat zijn dus de woorden aan het en te. Ik laat even 2 voorbeeldzinnetjes zien. En dan zie je dat je bij zin 1 aan het hoesten moet benoemen als werkwoordelijk gezegde. Dus aan het hoort bij het werkwoordelijk gezegde. Net als het woordje te bij te lachen in de tweede zin. Bij vraag 2. Leg uit waarom het woordje blaffend niet bij het werkwoordelijk gezegde hoort. Nou, ook deze vraag kon je leren uit je boek. Blaffend zegt iets over hoe de hond blaft. Het geeft dus antwoord op een hoe-vraag en hoort het dus bij de bijwoordelijke bepaling. Ook woordjes zoals lachend, fietsend, rennend, daar geldt dezelfde regel voor. En je ziet ook al, deze woordjes eindigen op een D. Dus het lijkt wel een werkwoord, lachen is bijvoorbeeld een werkwoord, maar omdat die D erachter staat, lachend, zegt het iets over de manier waarop en is het dus een bijwoordelijke bepaling. Dus fietsend ging zij naar school, zegt iets over de manier waarop zij fietste, dus geeft antwoord op de hoe-vraag. En zij rende huilend naar haar moeder. Huilend zegt iets over de manier waarop zij naar haar moeder rende. Dus dat hoort bij de bijwoordelijke bepaling en niet bij het werkwoordelijk gezegde. Bij de derde vraag. Welke 2 manieren om het onderwerp van de zin te vinden ken je? Nou, je kent natuurlijk de wie of wat plus persoonsvorm, die vraag. En je kan ook het getal van de persoonsvorm veranderen. Nou, we gaan eens kijken. De jongens waren huiswerk aan het maken. Nou, wie of wat waren de jongens? We kunnen ook het getal van de zin veranderen. Dus dat we niet zeggen de jongens waren huiswerk aan het maken, maar de jongen was huiswerk aan het maken. Dus de persoonsvorm waren verander ik van het meervoud naar het enkelvoud was. En dan zie ik dat de jongens verandert in de jongen. Dus het woordje dat mee verandert als je de persoonsvorm in een andere tijd zet, is je onderwerp. Bij de vierde zin. David en Jesse zijn samen huiswerk aan het maken. Nou, wat is hier het werkwoordelijk gezegde? Aan zijn aan het maken. De persoonsvorm hoort bij je werkwoordelijk gezegde. En we hebben geleerd dat woordjes als aan het er ook bij hoort. En maken is natuurlijk ook een werkwoord. Dus zijn aan het maken. Bij zin 5. Bij mooi weer zitten de leerlingen vaak buiten te lunchen. Zitten te lunchen is je werkwoordelijk gezegde, want je weet te hoort er ook bij. Bij 6. Haar vader heeft een brief aan het schoolbestuur gestuurd. Nou, heeft gestuurd zijn alle werkwoorden uit deze zin. Dus vergeet niet je persoonsvorm ook bij het werkwoordelijk gezegde te benoemen. Onderwerpen. Het hele jaar door wordt tropisch fruit geïmporteerd. Nou, de vraag is wie of wat plus persoonsvorm. Dus wie of wat wordt geïmporteerd en je antwoord is tropisch fruit. Dus tropisch fruit is je onderwerp in deze zin. Bij vraag 8. Nakijkwerk kan docenten veel tijd kosten. Wie of wat plus PV gaan wij weer doen. Dus wie of wat kan. En in mijn hoofd denk ik er even bij veel tijd kosten. Mijn antwoord daarop is nakijkwerk. Nog even een trucje bij deze zin, want deze zin is iets lastiger. Kijk eens even naar de persoonsvorm kan. Deze persoonsvorm is enkelvoud. Ik zie daarnaast staan dat docenten meervoud is. Dus ik kan gelijk al zien aan deze zin dat docenten niet het onderwerp is van deze zin. Want dat kan gewoon niet. Want kan, PV is enkelvoud en onderwerp moet dan ook enkelvoud zijn. Dus nakijkwerk is mijn onderwerp in deze zin. Dus let erop. Is je persoonsvorm enkelvoud, is je onderwerp enkelvoud. Is je persoonsvorm meervoud, is je onderwerp meervoud. Dus daarom kan docenten deze zin nooit het onderwerp zijn van deze zin. 9. In de ochtendspits heeft mist voor veel vertraging gezorgd. Nou, wie of wat plus PV, dus wie of wat heeft gezorgd. Je antwoord is mist, dus dat is je onderwerp. We gaan naar wie of wat. Zin 10. Wie heeft vorige week haar enkel gebroken? Dit is een lastige vraag, want wie of wat plus PV werkt hier niet. Dus het trucje is om het woordje wie te vervangen voor een naam. Dus als ik zeg, mevrouw de man heeft vorige week haar enkel gebroken, dan kan ik mij wel afvragen wie of wat heeft haar enkel gebroken.
Maar mijn antwoord is mevrouw de man, dus ik weet dat wie het onderwerp is van deze zin. Dus het trucje is dus een naam vervangen bij het woordje wie. Misschien kan je nog herinneren dat ik in de les altijd de naam Henk gebruikte. En als het dan lukt, zoals in deze zin, mevrouw de man heeft vorige week haar enkel gebroken. Nou, wie heeft dat, mevrouw de man? Weet ik dat wie het onderwerp is uit deze zin? Bij vraag 11 is dat niet het geval. Dit is een lastige vraag. De vraag is, wat gaan jullie doen in de vakantie? Ik kan eigenlijk in één oogopslag zien dat wat niet het onderwerp is uit deze zin. Ik zie namelijk dat gaan de persoonsvorm meervoud is en jullie is ook meervoud, terwijl wat enkelvoud is. En je had juist geleerd, is het PV meervoud, is je onderwerp ook meervoud. Dus let goed op bij deze zin. Wat is dus geen meervoud en jullie is wel meervoud. Dus ik kan eigenlijk al gelijk zien dat jullie het onderwerp is uit deze zin. Kijk namelijk maar wat er gebeurt als je de persoonsvorm enkelvoud maakt. Als ik van gaan ga maakt, dan krijg ik, wat ga jij doen in deze vakantie? Dus ga verandert en jullie verandert dan in jij. Dus gaan en jullie zijn aan elkaar verbonden als persoonsvorm en als onderwerp. En maak ik van gaan een enkelvoudsvorm, dus van gaan naar ga, verandert jullie in jij. Dus weet ik dat wat in dit geval helemaal geen onderwerp is, maar jullie. We gaan naar zinsontleding. Bij vraag 12 zie je mijn zinsdoelstrepen staan. Mij is opgevallen in het huiswerk dat een aantal leerlingen dat zijn vergeten. Geeft niet, kijk er nu nog wel even goed naar, want je krijgt straks voor die strepen echt punten. We gaan beginnen. De persoonsvorm is had. Mijn onderwerp is de handige medewerker van de fietswinkel de tweewieler. Want als ik mezelf die vraag stel wie of wat had, krijg ik dit onderwerp als antwoord. Het werkwoordelijk gezegde is had gerepareerd. Voor het leidend voorwerp vragen wij ons af wie of wat had de handige medewerker van de fietswinkel de tweewieler gerepareerd. Nou, mijn antwoord is mijn fiets. Ik heb hier geen meewerkend voorwerp. Ik hou wel een zinsdeel over, namelijk binnen een half uur. En dat geeft een tijd aan, dus een bijwoordelijke bepaling. Zin 13. De meeste bezoekers van de vrijmarkt, streep, gave, streep, het muzikale jongetje, streep, een paar muntjes. Mijn persoonsvorm is gave. Nou, wie of wat gave? De meeste bezoekers van de vrijmarkt. Want let op, bezoekers is meervoud en gave is meervoud. Want dacht jij misschien dat jongetje je onderwerp was? Dat kan niet, want jongetje is enkelvoud. Dus dat past niet met de persoonsvorm die meervoud is. Mijn werkwoorden uit de zin zijn gave. Wie of wat gaven de meeste bezoekers van de vrijmarkt? Nou, zij gaven een paar muntjes. Aan wie gaven ze die muntjes? Aan die muziekmakende jongetjes. Het woordje aan denk ik er gewoon even bij in mijn hoofd, want het helpt mij om die vraag te stellen. Dus je weet het, hè? Heb je een leidend voorwerp, heb je misschien ook een meewerkend voorwerp. Heb je geen leidend voorwerp, heb je nooit een meewerkend voorwerp. Wij houden niets over, dus geen bijwoordelijke bepaling. Zin 14. De bokserstreep, schakelde streep, de beruchte tegenstanderstreep, met enkele stoten, streep, uit. De persoonsvorm schakelde. Nou, wie of wat schakelde? De bokser. Let op dat je werkwoordelijk gezegd de schakelde uit is. Het is namelijk een splitsbaar werkwoord. Het hele werkwoord is uitschakelen. En ik heb hem dus hier uit elkaar gehaald, schakelde uit. Maar dan moet je hem wel allebei benoemen. Wie of wat schakelde de bokser uit? Antwoord, leidend voorwerp, de beruchte tegenstander. Ik zie niet iets wat aan of voor iemand gebeurt. Ik hou wel over met enkele stoten. En dat is dan mijn bijwoordelijke bepaling. Het geeft ook antwoord op de hoe-vraag. Van hoe stootte die bokser zijn beruchte tegenstander uit? Nou, zo moeilijk hoef je niet te denken. Je kan je ook gewoon beseffen. Het is niet iets dat aan of voor iemand gebeurt. Het blijft over, dus een bijwoordelijke bepaling. We gaan naar de laatste zin. Besloot streep, de schoolleidingstreep, de hele schoolstreep, een ijsjestreep te geven. Je persoonsvorm is besloot. Wie of wat besloot? De schoolleiding. Je werkwoordelijk gezegd is besloot te geven, dus dat woordje te komt er weer bij. Wie of wat besloot de schoolleiding te geven? Nou, een ijsje. Aan wie? Aan de hele school. En we houden niets over. Goed, ik hoop dat jullie er wat wijzer zijn geworden
door met mij de antwoorden te bespreken. Wij gaan zinsdelen voor nu loslaten en jullie gaan in de rest van de werkplanning met andere dingen aan de slag. Heb je vragen, dan weet je mij te bereiken. Ik wens je heel erg veel succes met je andere schoolwerk.